Hey Feyenoorders, welkom bij een nieuwe aflevering van Into the Weekend. We zijn terug van weg geweest en dit keer met een hele belangrijke wedstrijd op het programma. Namelijk de klassieker, de eerste van dit seizoen. En die gaan we in onze eigen bruisende Kuip spelen. Vandaag heb ik op het programma Alireza Jahanbakhsh, een van onze vleugelaanvallers. En hem neem ik mee naar een van de meest iconische plekken van Rotterdam, de Euromast. Je ziet hem hier achter mij. Hij heeft natuurlijk al zo'n klassieker gespeeld, dus ik ben benieuwd hoe hij erin staat. Hoog. Heel hoog. Lekker man. Ali, welkom in de Euromast. Ben je hier wel eens eerder geweest? Ja, dankjewel. Nee, het is gewoon de eerste keer voor mij. Maar ik woon gewoon hier in de buurt. Ja, je kan het en zien vanaf hier. Ja, precies. En ik heb wel een paar keer vanaf ver gezien, maar we hebben wel gepland om met de familie even een keer hier te komen. Maar dit gebeurt niet, maar het is gewoon de eerste keer. Cool, hoe vind je het uitzicht? Ja, echt mooi, ja. Ja, ik heb gewoon een andere gewoon uitzicht vanaf waar ik woon. Maar dit is gewoon ja, geweldig. Je ziet gewoon, helaas, je ziet niet de Kuip, denk ik. Ja, dan zie ja, je ziet hem daar. Oh ja, daar. Recht achter je. Ja. Wel cool, kan toch? Het kan niet beter zijn, ja, hè? Ja, precies. En zeg ik het goed als ik zeg Salam Goubi? Salam Goubi, ja. Goed bezig. Ja, ja. En hoe gaat het daadwerkelijk met je? Ja, goed. Ja, wij werken hard gewoon iedere dag. De eerste drie wedstrijden voor die tweede helft van het seizoen ging gewoon goed, denk ik. Mm-hmm. Helaas, we kunnen gewoon ook tegen Utrecht uit 3 punten pakken, maar die gebeurt niet. Maar nu, we zijn gewoon goed bezig ik denk we zijn gewoon in goede vorm en hopelijk gaan we gewoon door. Ja, en extra belangrijk deze week natuurlijk. Ja, die enige grote verschil van mij is dat vorig jaar was gewoon zonder publiek. Ja, dat nu maakt wel even het anders. Echt, ja, het voelt gewoon anders. Ik heb wel verhalen gehoord van die andere jongens. Die heeft gewoon meegemaakt met die publiek en alleen maar goede dingen en ik kijk naar uit sowieso, maar ja, ik maak het niet groter dan het is. Nee, dat is misschien ook wel beter voor de spanning. Ja, dat sowieso. Maar als ik zei, gewoon, wij zijn in goede vorm. En het belangrijkste voor ons is dat wij gewoon doorgaan en goed presteren. En natuurlijk, thuiswedstrijden zijn altijd gewoon de plus voor ons. Ja. Met name met onze supporters staan gewoon achter ons. En we gaan gewoon volle bak. Lekker hoor. Merk je wel dat de voorbereiding deze week anders is dan tegen andere clubs? Ja, ik denk het wel. Want we weten hoe belangrijk deze wedstrijd is voor onze supporters, zeg maar. Maar ik denk nu, we hebben de hele week om goed voorbereiden voor deze wedstrijd. Want vergelijken naar vorige week, we moesten gewoon... We hadden alleen maar 2-3 dagen om te herstellen en dan gelijk die volgende wedstrijd. Maar nu hebben wij genoeg tijd om... goed voorbereiden en ook gewoon meer tijd om de goed herstellen van de vorige week. Ja. Maar aan de andere kant, wij trainen gewoon bijna iedere dag heel goed, denk ik. Iedereen is gewoon goed bezig. En natuurlijk, deze wedstrijd is meer belangrijk, zeg maar, voor onze supporter, zoals ik zei. Maar voor ons, we willen gewoon graag gewoon goed trainen iedere dag en voorbereiden voor meer wedstrijden, zeg maar, want we spelen ook 3 wedstrijden volgende week, denk ik. Zo ja. Ja, dan moet je goed aanpakken. En hoe zorg je er dan voor privé dat je ook genoeg tot rust komt? Ja, normaal gesproken ben ik echt echt rustige jongen. Ik doe niet gekke dingen. Ik blijf gewoon meestal gewoon thuis, mijn rust pakken. En, voor mij er zit niet echt een grote verschil tussen, zeg maar, spelen wij grote wedstrijd deze weekend of die met de andere wedstrijden. Normaal gesproken, ik blijf gewoon nog langer de club, zeg maar, na de trainingen. Mm-hmm. Goed herstellen, gewoon goed behandelen worden. En, ik heb mijn routine en dat doe ik gewoon iedere dag. En hoe ziet die eruit? Ja, normaal gesproken, gelijk na de training, ik ga gewoon naar de gym. Ik doe mijn herstel in de gym, maar dan daarna gewoon behandeling. En dan ik ga naar spa even. Hot en cold, doe mijn dingen en dan ik ga richting thuis en goed eten sowieso. Ja. En dan ik hou ervan gewoon middagnap. Lekker. Ja, bijna. Dit doe ik gewoon bijna iedere dag. Gewoon half uurtje. En dan meestal blijf ik gewoon rustig, doe ik gewoon meditation. Speel ik gewoon FIFA'tjes met mijn maties en gewoon echt. Ik probeer gewoon
veel mogelijk gewoon rust pakken, goed slapen en goed eten. Die zijn de belangrijkste voor de stijl, denk ik. Ja, zeker. Kan ik me voorstellen. Je hebt van alle spelers de meeste volgers online. Geeft jou dat ook nog extra druk? Nee, dit ben ik echt gewend, denk ik. Want ik heb mijn Instagram, zeg maar, sinds 2015, denk ik. Mm-hmm. En inmiddels sinds 1,8 dan, miljoen volgers. Ja, sinds dan, ja, eerlijk zijn voor mij niet is echt, zeg maar, grote deel, zeg maar. Mm-hmm. Het is gewoon mooi om te zien dat hoe mensen willen je gewoon volgen. Ze willen je gewoon goed doen. Ja, sowieso. En die voed ik gewoon iedere dag. Maar ja, sowieso, je hebt gewoon goede kant en je hebt die slechte kant. Als het goed gaat, dan krijg je alleen maar mooie dingen, mooie berichtjes en zo. En als het slecht gaat, is het gewoon andersom. Maar ik ben gewoon, gewend met die gewoon beide kanten. En, hoe ga je met die kritiek om als je die krijgt? Eerlijk zijn, vroeger was het nog moeilijker toen ik gewoon jonger was. Maar nu, ik heb meer ervaring. Ik weet dat voetbal is gewoon, zeg maar... je kan gewoon één wedstrijd dingen gewoon veranderen. En, ik probeer gewoon focus blijven, doen met dingen. Want ik weet dat, dan soms de mensen zitten gewoon thuis, ze hebben gewoon niks te doen. En dan komen is ook zij, makkelijk natuurlijk. Ja, is makkelijker om te praten. Maar soms krijg je gewoon kritiek van de mensen en slechte woorden op mijn Instagram en zo. Maar soms ga ik gewoon random gewoon antwoord geven. Zo oh, van, echt? Hey, dankjewel. Je hebt een deal en dat. Ik zei, oké, dankjewel. Maar dan weet ik dat, maar dan dezelfde mensen komen terug dat zeggen. En ze zeggen gewoon, ja, sorry, ik wist het niet, dat je leest mijn berichtje en zo. Ik was gewoon echt boos gelijk na de wedstrijd, maar nu weet ik gewoon. Maar die het is heb vaak gewoon... ook niet eens persoonlijk, meer gewoon dat ze teleurgesteld zijn, niet. Dat de punten niet gepakt maar, zijn. Maar ja, voor mij, als ik zei, gewoon vroeger was gewoon een beetje een groot deel. Ik dacht gewoon, ja. En kon je er echt in gaan zitten dan, in die negatieve gedachten? Ja, vroeger wel, denk ik. Maar nu ben ik gewoon echt, Gooi je het over je heen. En ook, ik lees niet veel. Ik heb beide kanten... Ik heb genoeg gezien en ervaring gehad om dingen gewoon goed te veranderen, zeg maar. Ja. Maar ik ben gewoon in persoon dat ik probeer gewoon wat is goed voor mij, dat doe ik. En soms, sommige mensen vinden het gewoon leuk en sommige mensen vinden het minder leuk. Maar voor mij, als ik denk dat ik doe er gewoon het goede ding en dan ben ik, hoe zeg je dat? Gewoon oké. Gewoon oké. Ja. Hoe is dat voor jou in Iran? Want daar kan je echt niet normaal over straat. Maar dan komen mensen natuurlijk ook persoonlijk naar je toe. Gaat dat op een andere manier? Daar is gewoon echt anders. Want hier als voorbeeld, als ik naar buiten ga, dan mensen komen gewoon once in a while gewoon vragen. Of doen voor even zo'n duimpje omhoog. Even een duimpje omhoog, Of ze proberen om jou goede woorden support te spreken, geven of goede woorden spreken. Maar gewoon de Iran is gewoon echt heel anders. Dan, ik weet het niet, de laatste keer ik heb met de familie uit geweest. We gingen gewoon drie jaar geleden, we waren gewoon met de hele familie uit. We waren gewoon op de tafel eten en dan ik denk gewoon 2 uur waren we daar. En dan anderhalf uur was ik gewoon alleen maar opstaan en dan foto en zo. Ik vond het gewoon oké, eerlijk zijn, maar soms is het gewoon too much, denk ik. Maar overal, we zijn, ik zei altijd tegen mijn maties of tegen familie, dat we zijn echt een privileged situation. Dat, we zijn voetballers, we kunnen gewoon wat doen dat misschien de God geeft te ons, dat wij zijn voetballer geworden. En, dat moet je niet echt arrogant zijn of wat dan ook. En je moet gewoon... Je bent gewoon een van de andere mensen. Hoe zorg je dat je met die beide benen op de grond blijft staan? Die heb ik wel geleerd van mijn ouders. Ze zeggen gewoon bijna iedere dag dat... jullie zeggen hier niet naast je schoenen lopen. Ja, klopt. Niet naast je schoenen lopen. En proberen gewoon je dingen doen. En gewoon
normaal doen. Ja, doe maar gewoon normaal. Doe maar gewoon normaal. En dat probeer ik om te doen. Soms is het een beetje moeilijk. Want als je naar buiten gaat, dan kom je gewoon de mensen tegen dat komen zij met verschillende, zeg maar, opinions en zo. Mm-hmm. Maar ja, voor mij, ik probeer altijd om gewoon rustig te zijn, gewoon normaal doen. Ja, aardig tegen iedereen aardig, te blijven. Dat probeer ik om te doen. En hoe bevalt het leven jou in Nederland? Want ik kan me voorstellen dat het in Iran dan eigenlijk niet te doen is, als je daar misschien naar terug zou willen gaan op een gegeven moment, dat het hier juist veel relaxter is. Ik vind sowieso die beide kanten gewoon mooi, want soms als ik gewoon naar buiten ga, als ik gewoon Iran zijn, dan zie je die liefde van mensen, weet je. En ze willen je gewoon supporten, ze geven alleen maar mooie dingen, ze zeggen gewoon alleen maar goede dingen. En in andere kant, meestal als ik gewoon uit eten of wat ga ik gewoon kopen, dan krijg ik mijn alles gratis. En dit is gewoon echt mooi om te zien. Maar in andere kant, ik ben een jongen dat ik wil gewoon mijn rust, echt rust hebben en gewoon rustig blijven. En ik probeer te wegblijven van de druk, zeg maar. Mm-hmm. En daarom, ik ga niet vaak gewoon buiten of op de stad of zo. En als ik gewoon thuis ben, mijn rust pakken en gewoon rustig blijven, dan doe ik het gewoon vaak mogelijk. Ja, precies. Je hebt natuurlijk in meerdere plekken gewoond, al in Nederland, ook nog even naar Engeland geweest. Hoe bevalt Rotterdam jou? Eerlijk gezegd, toen ik voor ik naar Engeland gegaan, over de, zeg maar, die 5 jaren dat ik gewoon in Nederland gewoond, ik misschien 1 keer in Rotterdam geweest. Maar sinds ik hier ben, ik vind het echt gewoon echt geweldige stad. Ja, ik geniet van die hele stad. Ik woon in de hogere verdieping, zo ik echt met mijn uitzicht dat ik echt de stad zie, dat ik geniet er bijna iedere dag. Ik loof deze stad. Nice. Die mensen zijn mooie en echt aardige mensen. Ja, ik geniet van het leven hier. Nou, ik ben ook wel benieuwd of je een beetje iets van Rotterdam weet, maar daarvoor gaan we naar buiten. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja, ik denk het wel. Dit gaat lastig worden. Ik denk het ook wel. Hoe heet die brug? Die eerste? Ja. Rasmusbrug. Oké, wat is de bijnaam van deze brug? Is dat A, de Zeemermin, B, de Zwaan, C, de Flamingo of D, het Wasrek? De Zwaan. Heel goed. Lekker man. Ah. Lekker. Achter de Erasmusbrug zit een rode brug. Hoe heet die? Willem? Ja, heel goed. En is deze brug vernoemd naar A, koning Willem III, B, Willem van Hanegem of C, Willem II? Koning Willem III. Ja? Ja, heel goed. Heel lekker goed. Man. Als Feyenoord kampioen wordt, dan wordt dat gevierd op de Coolsingel. Dat zit daar ongeveer. Uh-huh. Wie uit de huidige selectie heeft daar al een keer gestaan? Is dat A, Lucharel Gertruida, B, Justin Bijlo of C, Oussama Idrissi? Justin sowieso. Lekker. Lekker man. Het hoogste gebouw in Rotterdam heet de Zalmhaventoren. Oké. Okay. Hoe hoog is deze? Is die A 185 meter? Is dat B 300 meter? Of is dat C 215 meter? Ik moet zeggen 215. Lekker man. Echt waar? Ja, lekker man. Wat is het favoriete Hollandse gerecht wat je graag eet? Ja, dit is niet mijn favoriet, maar het is gewoon echt een beetje weird. De vis met die ui of zo? Haring. Haring, ja. Dat was het. Ja? Goed gedaan. Ja, toch? Als het zondag ook zo goed gaat, dan kunnen we lekker naar huis. Komt goed. In het magazine had jij gezegd dat je super happy bent bij Feyenoord. Hoe komt dat? Voor mij natuurlijk, als ik gewoon beslissing neem om over een stap te maken, gewoon naar een andere club. Er zijn een paar dingen gewoon, zeg maar, heel belangrijk zijn. Mm-hmm. En natuurlijk de stadion, die supporters, zeg maar, die de stad waar ik ga gewoon wonen. En natuurlijk de trainer. De taal misschien ook wel? Ja, sowieso die taal. En natuurlijk toen ik die eerste keer het berichtje kreeg van de trainer. En hij zei, ja, ik wil jou graag naar Rotterdam komen. Toen ik had in mijn gedachten dat wat is gewoon de beste beslissing voor mij om, ik wil gewoon die stappen maken naar een andere club.
Maar waar of hoe of... En dan, ja, natuurlijk, ik heb met mensen rond mij gewoon even bespreken over wat is goed, wat is gewoon minder goed. Ja. En tussen die, zeg maar, die opties die ik had, ik heb sowieso voor Feyenoord gekozen. Omdat natuurlijk toen ik, in NEC en AZ gespeeld, iedere keer we moesten hier tegen Feyenoord. Het was gewoon echt goosebump voor mij om hier te spelen. Ja. En, ja, en sinds ik hier gekomen, hoe het ging en natuurlijk de mensen, die stadion en hoe zij gewoon mee welkomen uit de club, zeg maar. En natuurlijk de mooie stad. Ik vind het gewoon overal de heel mooie en daarom ben ik echt blij hier. Natuurlijk ook met de trainer, we hebben gewoon samengewerkt in AZ. En ook we hebben echt een goede selectie. Vorig jaar was echt prima en dit jaar ook. We hebben zoveel gewoon goede talenten jongens. Ja. Ja, we werken gewoon iedere dag samen en ik vind het echt leuk om hier te zijn, hier te spelen en ja, daarom ben ik gewoon echt blij om hier super te zijn. Super fijn. We zien jou super vaak lachen. Iemand die we ook vaak zien lachen is Igor Paixão natuurlijk. Jij herkent helemaal zijn situatie met een taalbarrière en hoe je er dan in moet komen. Hoe help jij hem daarbij? Ja, natuurlijk. Die heb ik zelf ervaring gehad over hoe moeilijk het is om in een ander land te komen. Je weet helemaal niks van die, zeg maar, de taal, die cultuur en hoe mensen wonen hier. Want voor mij was het heel anders dan zeg maar, waar ik vandaan kom. Mm-hmm. Ik weet zeker dat het gewoon hetzelfde voor Igor en ook een paar andere jonge jongens dat dit seizoen hier gekomen. Ja, ik probeerde iedere dag met hem te praten. Ja, natuurlijk een beetje moeilijk qua, zeg maar. Yeah. Communicatie en lichaam gebruiken of ja, hij lacht gewoon bijna iedere dag en ja, natuurlijk Danilo, hij heeft ook een belangrijke rol, zeg maar, om alles voor hem goed, zeg maar, ja, precies, ja, personal translator. we gebruiken hem soms om dingen gewoon uit te leggen als hij gewoon moet gewoon zeg maar in de wedstrijd zijn of voor de wedstrijd. Ook trainers soms gebruiken zeg maar Danilo, zeg maar, om dingen gewoon makkelijker uit te leggen. Maar hem, ik probeer zeg maar soms gewoon even zeg maar klein, kort, maar gewoon dingen gewoon uit te leggen voor hem. Ja. Want hij heeft gewoon zoveel kwaliteit. Ook andere jongens, Eze ook, Santi, we hebben zoveel jonge jongens. Ja. En ik probeer hen om te helpen, want ik heb zelf... Pak jij die rol graag op je, zo'n ja, ik denk het wel. Ondersteunende rol? Ja, van, zeg maar, ik ben een van de ervaren gewoon de spelers nu in de selectie. En daarom vind ik leuk om met hun over te praten, dingen uit te leggen. En ja, natuurlijk, als ik zei, ik weet hoe moeilijk het is. Maar gelukkig, ik denk, ze voeren gewoon thuis hier. Mm-hmm. Ik denk, de eerste paar weken was een beetje moeilijk. Ik kan het gewoon gelijk zien, want ik heb gewoon zelf precies gewoon dezelfde situatie gehad toen ik hier gekomen. Maar nu zijn ze gewoon veel beter en beter worden gewoon iedere dag. En ja, voor mij is het ook belangrijk om goede teamgenoten te zijn en proberen om hen te helpen te beter en beter te worden. Ja. Aankomende zondag ga je ook hele goede teamgenoten moeten zijn, want het wordt een hele belangrijke wedstrijd. Wat is jouw gevoel bij deze wedstrijd als je nu kijkt naar hoe het team ervoor staat? Ik denk we zijn klaar voor. Als ik zei, we zijn in goede vorm. En wat ik zie van andere jongens, dat iedereen is... Ze keihard werken iedere dag om klaar te zijn voor deze wedstrijd. We weten dat hoe belangrijk het is voor onze supporter deze wedstrijd. Maar aan de andere kant, ik denk is gewoon een van de andere wedstrijden. En we moeten gewoon, met name met de thuiswedstrijd, we moeten gewoon 3 punten pakken. Dat is zeg maar belangrijk voor ons. En we willen gewoon lekker doorgaan. We zijn denk ik, we zijn goed bezig. Zeker. En we willen gewoon graag door. Kleine voorspelling?
Nee, die ga ik niet doen. Nee, gewoon nee. De 3 punten, daar houden we het bij. Ik denk die, zolang dat wij 3 punten pakken, dat is de belangrijkste. Dankjewel. Alsjeblieft. Jullie natuurlijk ook bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder te laten weten wie je de volgende keer wilt zien. En we hopen natuurlijk dat jullie er klaar voor zijn voor zondag. Doei doei!